Hallo dames en heren. Zag je mij? Ik ben altijd in die hoek te vinden, mensen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon. En dit is eigenlijk gewoon wat jullie inmiddels allemaal weten. Rollercoaster Tycoon 1 gespeeld in Rollercoaster Tycoon 2. Omdat 1 heel erg onder een soort van Windows 92 draait. En mijn computer met Windows 7 het niet aan kan. Of het wordt niet met elkaar verbonden dat ik het spel goed kan spelen. En nou, we zien het treintje. Het lijkt net een achtbaan trouwens. Dat valt me nu pas op. Moet je kijken hoe hard die gaat. Jeetje jongens. We gaan maar 10 km per uur. Maar het lijkt net alsof het een achtbaanrit is. Jeetje. Maar goed, welkom bij Diamond Heights. Zo heet het level, Diamond Heights. En Heights betekent hoogtes. En zoals je ziet is het dus een vreselijk level. Omdat het dus alleen maar hoogtes bevat. En we hebben een hoop mensen in ons park. We hebben 750. We hadden het voordeel dat vorige keer toen we het level openden, dat er dus al het een en ander was gebouwd aan attracties. Maar nu moeten wij dus ervoor zorgen dat wij dit park nog mooier maken. En een park value, dus een waarde van het park hebben van 200.000 dollar aan het eind van jaar 3. Dat is best wel mondvol. Maar het is te doen. Het is lastig. Maar het is natuurlijk level 4. Hè? Dus verwacht nou niet dat we al in een pittig level zitten. Maar we zouden dit is best wel een missie. Als we dit niet halen, dan faal ik. Dus we moeten. Dat is eigenlijk het spannende van deze serie, vind ik zelf. De park value, dus de waarde, is nu 154.000. Dat gaat richting de goede kant op. We moeten dus ongeveer nog 46.000 euro moeten wij omhoog schieten. En hoe verhoog je nou zo'n parkwaarde? Nou, door op eentjes te klikken gaat niet helpen. Maar het gaat wel helpen door winkels te bouwen. Gewoon de waarde van je park omhoog te krikken. Dus we gaan research doen. Ik ga kijken hoe ver de researchers zijn. Dan moet ik wel op het goede icoontje klikken. Dat is dit soort van laboratorium bottle ding. En de volgende wordt een complete design. En voordat ze verder gaan designen wil ik eigenlijk uitzetten dat. Even kijken wat ik dat doe. Scenery moet uitstaan, dat staat als shops uit. Water rides moet uit. Gentle rides en transport rides moet ook uit. We gaan enkel voor de gentle rides, de rollercoasters en de trail rides. En de trail rides, oh, we hebben een reward gekregen, mensen. We hebben echt een reward gekregen voor de veiligste park in de country. Dus in de omgeving, in de stad. Oké. Nou, dat is positief om te horen. Ik zie trouwens dat ik weer eventjes moet uitkijken, want er zijn heel veel mensen die overgeven. Dat komt omdat het park vol staat met achtbanen. Dat is best wel fijn. Rollercoaster Tycoon, de naam zegt het natuurlijk al. En we hebben een nieuwe attractie, de Twist. En de Twist is natuurlijk een trailride en die wil ik eigenlijk gaan plaatsen. En ik denk dat dit een hele mooie plek is. Ik zie ook dat mensen weer van allerlei dingen hebben geslopen, zoals deze mooie lantaarnpaaltjes, helaas. Maar mensen kunnen het niet laten om dingen te slopen in een park. Ik denk dat ik maar zo van die billboards gaan maken met van je mag hier niet slopen, weet je wel. Want echt, mensen die verdommen het gewoon om... Ach, het is vreselijk. Het is vreselijk, maar waar. En ze slopen het. Het is een catastrofe. Ik ga deze openen. Dat is de Twist. Maar die noemen we natuurlijk een andere. Die geven een andere naam. En die noemen wij de Frans Bauer, hè. Natuurlijk, ja, absoluut. De Frans Bauer attractie. En je wordt misselijk van zijn muziek, maar ook in deze attractie. Dus het is wel een beetje een overeenkomst tussen de persoon en de attractie. Ik zie dat de looping ook weer helemaal vol zit. Dat gaat echt keurig goed. Keurig droog gaat dat wil ik niet zeggen. Ik weet niet of je droog blijft in deze attractie. Hij gaat wel net boven het water. Dus hij maakt een looping. Ik wil de achtbaan eigenlijk eens gaan volgen. Nou, het ziet er best wel spannend uit. Je gaat ook door allebei de ringen, allebei de loopings. De ene verdwijnt onder de grond en de andere gaat boven het water. Dus je hebt eigenlijk gewoon twee compleet andere achtbaantypes. Ik ben ook benieuwd of ze een beetje tegelijkertijd aankomen aan het station. Ik kan het haast niet volgen, maar als ik het goed zie, komen ze bijna tegelijkertijd aan. Het zou echt tof zijn als ze... Wow, dit is zeker weten mooi gedaan door de makers. Ze hebben dus de lengte allemaal hetzelfde gedaan. Dat je zeg maar, dat ze allebei aankomen op het goede moment. Dus dat is eigenlijk wel heel knap. En hier zien we ook een dueling achtbaan. Dat je tegen elkaar strijdt. En dat gaat ook heel goed. Die hebben ook een hoge waarde gemaakt. Bijna 6. Ik denk dat we hem zelfs 6 euro kunnen maken. Ik ga het gewoon doen. Want hoe meer geld wij krijgen, hoe meer wij kunnen bouwen. Nou, zo is het gewoon. Ik zie dat deze achtbaan aan elkaar gekoppeld is. Dat hij gewoon, dat het één achtbaan is, maar dan met twee stations. Dat is makkelijk. Dus als we één... Waarom gaat er niemand in de Frans Bauer? Kom op, hé. Heb je even voor mij? Kom op, je hebt toch wel even voor deze attractie? Er zitten maar serieus maar 6 personen in deze attractie.
6 people on the ride. Ja, de Frans Bauer. 6 fans. Nou ja, goed. Misschien dat die fans wel een beetje meer worden. We gaan trouwens deze attractie, deze glijbaan is natuurlijk ontzettend saai, maar ik ga hem wel een dubbeltje verhogen naar 1,30. Hier liggen ook allemaal kosten, terwijl er een wc staat. Ik denk dat ik de wc gewoon gratis maak, want die mensen die betalen toch niet voor de wc. En we zitten in de $4,000. Dus dat betekent dat we eigenlijk wel binnenkort een soort van attractie kunnen bouwen. En dan zit ik er wel te denken aan een achtbaan. En misschien is dat wel. Er is er namelijk een hele goedkope bij, als het goed is. En dat is de Turbine. De Turbine is natuurlijk. Deze achtbaan moet je verplicht bouwen in je park. Ja, klinkt misschien raar. Maar deze achtbaan is een verplichting. Hij is goedkoop. En hij is spannend. En hij gaat sowieso voor geld zorgen. Dus ik ga ook een beetje een lange rij maken zo. En dan ga ik hem hier naar boven maken. Zo. En dat is de wachtrij. En dan maken wij zo. Zo doen we dus die mensen die daar op bankjes zaten. Die hadden dus van zo'n frikandel gekocht. Maar toen heb ik gezegd van nou, ik moet er een pad bouwen. Dus je mag er helemaal niet komen. Dus je moet weg van je bankje. Nou ja, dan zit jij toch ook niet meer te genieten van je frikandel. Of wat je dan ook had. Ik maak 4,50 van die achtbaan. Het wordt een turbine. Het wordt één car van 7 treintjes. Maar wat is nou nog vetter dan dat wij deze gaan aanpassen? Kunnen wij hem aanpassen? We doen het gewoon niet. Ik open hem gewoon. Je ziet dat alle achtbaantreintjes heeft een hele leuke kleur. Dat ziet er leuk uit. Ik vind dit een hele leuke attractie. Kijk, hij wordt afgeschoten. Nou, hartstikke leuk. Je wordt gelanceerd. Je gaat helemaal niet tot boven, maar dat maakt niet uit. En je gaat terug. Achterwaartse looping. En mensen gaan er nog niet in, omdat er dus geen testrondes zijn gedaan. Waardoor mensen niet weten hoe spannend deze achtbaan is. En wanneer zij dat weten, dus waarschijnlijk binnen nu en een paar seconden. Waarom plaats ik een wc andersom? Ik snap het niet. We gaan hem nog een keer proberen. Kijken of het nu wel lukt. Vincent, volgens mij gaat het lukken. Het is zeker gelukt. En nu zij ongeveer bijna de testrondes weten. Er staat ook Six Flags nog onder. Als reclame. Dus als Six Flags dit ziet. En ik denk dat het binnenkort bekend wordt. Er gaan al wel 2 dappere helden. Die bijna al moeten overgeven gaan in deze achtbaan. De Turbine. En ik denk, nou, medium low. Dus dat wil zeggen dat het niet een hele spannende achtbaan is. Maar ook gewoon een normaal type. Een normaal spanningsniveau wat deze achtbaan heeft. Het is ook heel simpel, maar deze achtbaan gaat sowieso verdienen. Deze achtbaan gaat winst maken. En ik denk, als ik kijk, dat mijn park rating al bijna. Nou, die is nu 180.000. Dat betekent dat we echt de goede kant op gaan. Nou, daar ben ik gewoon blij mee. En ik heb trouwens trek in een broodje. Ja, ik zie al die mensen eten. Ze zitten allemaal hier bij elkaar. Ze zitten allemaal lekker patatje te nemen hier. Want deze frietkraam, de frietshop, Chef Patat heet die namelijk. Chef Patat, die verkoopt gewoon als een malle moer. Dus ik ga even eten halen en ben ik zo bij jullie terug. Jongens. Hallo, daar ben ik weer. En we zitten inmiddels in augustus. Ja, ik moest even eten, dus ik heb ook helemaal niks meer gevolgd. Maar ik zie dat er heel veel dingen zijn veranderd. Ik zie dat we heel veel bezoekers erbij hebben gekregen. En mijn parkrating is 182.000. Ik zie dat er nog heel veel kotsende mensen rondlopen. Dus wat ik nu gelijk doe, we hebben al bijna 10.000 aan euro's. Dus wat ik nu ga doen is eigenlijk gewoon weer iets bouwen. Want ja, misschien wel 2 van die loopings. Ja, dat is te veel. Er staan nog niet een hele grote rij. Dat is misschien iets te ver gezocht. Maar misschien die Junior Express of zo'n kleine achtbaan, die doet het ook wel aardig hoor. Ik zal dan nog niet een hele dure kopen. Maar misschien deze, die is wel vrij compact. Misschien kunnen we die ergens plaatsen hier in het park. Dat we even kunnen zeggen van, hey, dat gaan we eens even doen. En dan te zeiken over die bumperboats. Hij is niet spannend genoeg. Moet je kijken, die hele rij staat vol. Wauw. Nou, ze hoeven niet meer te zeiken dat die bumperboot zo niet spannend is. Want, jeetje jongens. Ze zitten gewoon de draak mee te steken. Niet normaal. Ik ga deze ook plaatsen, deze achtbaan. Ik moet even kijken hoe we die gaan plaatsen. Want, ik mag niet met die bumpercars, mag ik die in de weg staan. Misschien dat we hem hier gaan plaatsen. Als we hier plek hebben, even die bomen weghalen. Boom, ga weg. Kunnen we hier plaatsen? Nee, waarom kan ik hier niet plaatsen? Ik heb geen plek meer dadelijk. Vooruit, ik plaats hem gewoon daar. Random. Wordt dan de volgende achtbaan in ons park.
En ik ga dus eventjes een pad aanleggen. Dat pad gaan we dus eventjes kijken hoor. Hoe we dat gaan doen. Ik denk dat ik gewoon dit op deze manier doe. En dan deze. Ik kan deze beter daarnaast plaatsen. Kijk, want dan krijg je namelijk een soort van... Ja, één geheel. Dat het allemaal bij elkaar wordt. Kijk, die boom gaat nu weg als het goed is. Automatisch. Huppakee. Nou, dit ziet er heel leuk uit. We gaan hem openen. Ik ga hem, hij is ook veel te goedkoop. Waarschijnlijk 2. Ik ga hem 3 dollar maken. Het is één trein van 7 cars. En ik weet niet of die 2 rondjes gaat. Maar voor mij mag die op zich wel 2 rondjes. En de lift speed mag wel op 6 km per uur. Nou, dan gaat hij ook wat lekker snel. Nou, die looping die gaat wel. Die turbine gaat wel redelijk. Misschien dat we dadelijk nog een turbine erbij kunnen doen. Dat is wel veel, hè. Maar dat is wel gaaf. Misschien dat we wel 2 gaan doen. Zal ik het doen? Ik vind dat we dat gaan moeten doen. Of hebben we nog eentje die een beetje erop lijkt? Deze is ook best wel goedkoop en ook best wel ontspannende. Als ik deze zo zie, dat is ook zoiets. Oh, die kunnen we dan beter plaatsen. Ja, dan hebben we een beetje een gevarieerde achtbaan. Oh, kijk eens. Oh, dit is leuk. Oh, schat, dit is zeker leuk. Oh, kijk nou, ik zie al de achtbanen bij elkaar. Oh, verschrikkelijk leuk. En dan kunnen we dit pad ook misschien uitbreiden, hè? Moet je kijken, doen we gewoon zo, kijk. En dan doen we die erboven. Nou, past het ook niet, hè? Past niet. En misschien als ik hem zo doe, past hij hem dan wel? Nou, maar past hij nou niet? Moet ik hem nog een keer daarin dan? Zo, en nu moet hij passen dan? Moet hij nu passen dan? Nee? Wacht, ik moet hem misschien hier naar boven al laten, zo. Dan heb je een soort van trappetjesniveau, hè? Wacht even hoor. Zo. En dan deze weg en deze omhoog. Ja, kijk, daar lukt hij. En dan ga ik die natuurlijk ook wat geld maken. Ik sleep hem even, want mijn facecam zit ervoor, excuus. Die maken we ook gewoon gelijk 4,50. En die gaan we openen. En daar zullen mensen vast niet ingaan, omdat ze zitten te ouwen. Dat ze nog niet weten hoe spannend die achtbaan is, hè? Dat heb je altijd. Hier plaatsen we een klein wc'tje weer. Voordat ze weer gaan, we moeten overgeven. Want deze achtbaan ging 1 keer over de kop. En dat is voor ons een maximum, hoor. Ja, ik kan het niet hebben hoor, laatst ook joh. Gingen we in de achtbaan, nou hij ging niet eens over de kop en ik begon aan te kotsen. We waren nog niet eens in de achtbaan en ik begon aan te kotsen. Zo gaat het dan meestal, hè. Het gaat wel goed, moet je kijken, dit is gewoon één pretpark. Één achtbaanpark, ja, logisch dat het een pretpark is. Ik ga die bumperboot ga ik trouwens ook duurder maken hoor, want kijk dan joh. Er gaan gewoon mensen in, moet je eerst naar de rij. En ik noem hem Bumperkleven, noem ik hem. Dat vind ik een hele leuke naam. Met hoofdletters. Nou, de mensen hier zijn ook allemaal weer aan een soort van bijna overgeven. En waarvan, weet ik niet. Waarschijnlijk van het schommelschip, natuurlijk. Logisch, van het schommelschip moet je kotsen. Ik ga er ook weer geen toilet bij doen, hoor. We hebben een nieuwe attractie. Hij ging zo snel weg. Jullie hadden het door, maar ik niet. Excuus. Excuus. We gaan eens kijken. Wij hebben de Maze. Nou ja, dat vind ik nou niet echt een spannende attractie. Ik zou wat reuzenrad kunnen plaatsen, maar that's it. Dat heeft ook geen nut, want hij gaat helemaal niet hoog. Dus het is gewoon een klein reuzenrad. Maar ik ga hem wel plaatsen. En we hebben nog redelijk genoeg geld. Op zich 3000. Dat is als, we hebben toch wel flink wat dingen gekocht weer. En een kleine wachtrij, dat vind ik dan ook op zijn plaats. En dat doen we ook aan deze kant met... Hoppakee. Nou, we hebben weer wat gebouwd. En ik denk dat de waarde van ons park nou wel redelijk in de buurt komt... van wat wij uiteindelijk willen bereiken. Wat zeggen de mensen over deze achtbaan? Nog niks. Heeft hij al testrondes gehad? Nee, nog niet. En de turbine, wat zeggen mensen daarover? Ik kan turbine niet betalen, zeggen mensen. En ze zeggen, heel veel mensen zeggen juist dat het echt geweldige attractie was. Dus dat is mooi om te horen. Nou, daar ben ik wel heel erg blij om. We gaan eens kijken. De parkwaarde is nog steeds niet verhoogd. 183.000. En we zitten bijna bij jaar 2. We zitten nu september, dan krijgen we oktober. En dan schiet hij over naar maart volgend jaar, dus jaar 2. Dus we hebben eigenlijk nog best wel redelijk de tijd om die paar dingetjes nog even up te graden. Wat zeggen ze over deze nieuwe achtbaan? De Junior Experience. Ze zeggen dat hij geweldig was. En sommigen zeggen zelfs, hij ziet er intens uit. Dus hij ziet er te eng uit. Nou, ik vind deze achtbaan nog niet echt te eng uitzien. Het is een kinderachtbaantje, kom op. Waarom zou dit er eng uitzien? Hij gaat wel redelijk snel, dat moet je wel zeggen hoor. Maar ik denk, hij is ook high met intensity. Dat komt omdat ik de snelheid van toetakelen heb iets vergroot. En dat heb ik expres gedaan.
Omdat hij dan iets stoerder wordt. Ik bedoel, we hebben al best wel stoere achtbanen in het park. En deze gozer, dat kan je zien, die draagt een parkmap. Ja, Map of Diamond Heights. En dat zag ik omdat hij net aan het kijken was in zijn map van... Ja, welke attractie moet ik dan bezoeken? Nou, heb je alvast alle wc's aangeklikt? Want als je alle wc's op de map vast aanvinkt, dan weet je wel waar je kan kotsen. Wat misschien beter, dus misschien kan je dat met mij onderhandelen. Hè? Dan hebben we een overeenkomst van, nou ja, dit en dat. En ga eens kijken, hoe gaat deze achtbaan, die nieuwe? Dan wordt hem omhoog geschoten. Dan maakt hij een bocht, een grote bocht over het water heen. Dat is ook super gaaf. Hij maakt ook een bocht langs die andere achtbaan. Dan maakt hij een looping, dan gaat hij nog een bochtje. En dan gaat hij door die looping heen naar boven. Nou, ik vind het helemaal geweldig. Ik vind dat echt heel gaaf, zoiets. En dan zien we hier de bumperboot nog steeds helemaal vol. En ik maar negatief denken over deze attractie. Ik dacht alleen maar, gaat dit goed komen? En ja hoor, mensen zijn lekker in de buurt aan de bumper kleven. Zijn de bootjes verloren? Nee, er gaan geen bootjes hier naartoe. Naar dit stuk, mooi zo. Wat kunnen wij nog meer doen? We kunnen nog eventjes hier wat plaatsen. Hoe ver is die park rating? Die park value, die is volgens mij omhoog gegaan naar 216.000. In één keer. Dat betekent dus dat de waarde over de 200.000 is. Dus als wij nu al het halen in jaar 1. Laat staan, we moeten dit natuurlijk volhouden. Maar het is echt goed bezig. We hebben 1000 gasten al in het park lopen. Het is echt ontzettend druk. En we hebben alleen maar een parkrating van 965. Het gaat gewoon keihard de goede kant op. En dat is gewoon heel fijn. Als je je park gewoon goed weet te onderhouden. Frans Bauer was great. Nou, dat is leuk. Ik denk als Frans Bauer het hoort dat hij het leuk vindt dat hij genoemd wordt. Ik ga hem een euro maken. Ik ben de gekste niet. We hebben een goed jaar achter de rug. De Ferris Wheel die staat er ook voor 1,50. Mensen zeggen, ik wil een iets engers dan de reuzenrad. Ik weet het, wij hebben een grof publiek. Wij hebben een publiek wat spanning wil, sensatie. Dus we gaan zeker weten sparen voor de achtbaan. Ik meen het. En deze wildwaterbaan maken wij trouwens 4,50. Want ik vind, hadden wij niet eerder 4,50 gemaakt? Al goed, hij is duurder geworden. En hier ligt heel veel kots. Ik ga nog een mannetje aannemen en die gaan we vastzetten op een bepaalde plek. Ik ga ook een mannetje aannemen, want security, want hier is ook weer van alles gesloopt. En waarom zou je dat doen? Ik vind het echt te asociaal voor woorden, maar je doet er gewoon helemaal niks aan. En ik zeg zo, ga dit maar even in de gaten houden. En dan, je moet eigenlijk, als je het goed wil doen, moet je elk pad aanvinken welk stuk ze moeten controleren. Of je moet ook aangeven aan de monteurs en aan de klusjes, of aan de, zeg maar, aan de vegers, om het zo te noemen, schoonmaakdienst, waar ze moeten lopen. En als je dat niet doet, dan wordt het een chaos. Ik zie trouwens dat de Indiana Railroad ook wel lekker gaat op zich. Die heeft voor mij ook wel aardig wat verdiend. Favoriete rijd van 49 gasten. En heeft 714 mensen al hebben die attractie bezocht, de stoomtrein. En als we dan kijken naar de achtbaan, dan ben ik wel benieuwd hoeveel mensen daarin zijn geweest. Dat zijn er 1160. Dus dat zijn er 1160 mensen. Dat is wel iets meer. Maar de stoomtrein is ook wel aardig veel bezocht. En deze nieuwe attractie, die is al bezocht 868 keer. Dus die komt al in de buurt van serieus deze achtbaan. Dat is echt bizar. Kun je nagaan, deze achtbaan is echt een succes. En mensen gaan gewoon nog een keer waarschijnlijk in die attractie. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van Rollercoaster Tycoon. Je komt maar amper uit mijn woorden. En als je een leuke video vond, vergeet niet te liken. En in het midden van het scherm kan je abonneren. Dus het is allemaal gratis, dus wil je dat doen, dat zal super leuk zijn. En zie ik je volgende keer weer terug met een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon. Doei doei!